We zullen brieven lezen van Paulus met handelingen op de achtergrond. De brieven zijn namelijk in te passen in het verhaal dat handelingen ons presenteert over de apostel van de heidenen, zoals hij wordt genoemd. En we beginnen met de oudste brieven, de eerste en de tweede brief aan de christenen van Thessalonica. We zitten dan in de tweede missiereis van Paulus. Hij heeft door Klein-Azië gereisd, waar hij zijn eerste missiereis ook al had doorgebracht. Maar we horen in het boek Handelingen dat hij niet naar de plaatsen kan gaan of mag gaan van de Heilige Geest, zelfs die hij in gedachten heeft. Uiteindelijk komt hij in het Westen uit in Troas en daar hoort hij. Dat hij de zee moet oversteken naar Macedonië. Eerst komt hij in Filippi, lezen we in handelingen, en vervolgens in Thessalonica. Thessalonica, een van de drie grootsteden in die contrëie op dat moment in het Romeinse Rijk. Hij zal ze alle drie aandoen: Thessalonica, Korinthe en terug in Klein-Azië, Efeze. Drie grootsteden met een ongelooflijk groot aantal bewoners, met een Joodse gemeenschap, maar vooral ook met een op dat moment uh, grote impact op uh, de economie van het Romeinse Rijk. Drie steden ook met een heel eigen karakter. De oudste brieven van Paulus zijn gericht aan de christelijke gemeente van Thessalonica die Paulus tijdens die tweede reis heeft gesticht. Maar hij schrijft zijn brieven natuurlijk pas nadat hij is weggetrokken uit die steden. En we gaan ervan uit dat het in Korinthe is dat Paulus de brieven naar Thessalonica heeft geschreven. Dus vanuit Korinthe naar Thessalonica. We zitten dan in handelingen, uh, het hoofdstuk 17. Daar wordt verteld over hoe Paulus in Thessalonica wordt ontvangen, met wie hij zich beweegt enzovoort. Het is de moeite om dat hoofdstuk er terug bij te nemen. Korinthe komt aan bod in het hoofdstuk 18. Daar lezen we hoe Paulus uh, gaat wonen of verblijft. Bij niemand minder dan ons christelijk koppel Priscilla en Aquila. En nadat hij een tijdje daar alleen is geweest, staat er in hoofdstuk 18, vers 5 het volgende. Toen Silas en Timotheus uit Macedonië waren aangekomen, wijdde Paulus zich voortaan geheel aan de prediking en legde voor de Joden getuigenis af. Dat Jezus de Messias was. Hier krijg je een soort van rustmoment in de activiteiten van Paulus. Hij is nog volop bezig met de verkondiging in Korinthe zelf, maar hij krijgt ook de mogelijkheid om zich helemaal toe te leggen op de prediking, staat er. En dat heeft niet alleen te maken met de gemeenschap waar hij zich op dat moment bevindt. Maar hij heeft ook de tijd om terug te koppelen naar de gemeenschap waar hij geweest is, Thessalonica dus. We gaan ervan uit dat we op dat moment ongeveer in het jaar 51 na Christus zitten, een twintigtal jaren na de gebeurtenissen in Jeruzalem met Jezus. En. Uh, dat maakt, als dat klopt, als de brieven aan de Thessalonicense in die periode zijn geschreven, dat maakt dat dat de oudste geschriften zijn van het nieuwe testament. Geschreven voor de Evangelies. Geschreven ook voor het boek Handelingen. Het is goed om te weten dat het boek Handelingen een verwerking is van materiaal dat ook via de brieven uh, tot beide christelijke gemeenschappen is gekomen. En dat het de brieven zijn die het meest authentieke uh, beeld geven van uh, die, dat vroege christendom. Ze hebben een heel eigen karakter, die brieven van Paulus. Het zijn de enige geschriften die wij kennen uit het Nieuwe Testament, en eerlijk gezegd zelfs uit de hele Bijbel, waar de auteur als persoon zo sterk naar boven komt. Je krijgt werkelijk een ik-figuur, over wie we historisch iets kunnen zeggen, die zich richt tot historisch zeer gemarkeerde gemeenschappen. De gemeenschap in Thessalonica is iets anders dan de gemeenschap in Jeruzalem. Over de gemeenschap van uh, andere gemeentes waar uh, Paulus zich tot heeft gericht in zijn schrijven. Efeze, Rome, Korinthe enzovoort. Je krijgt een heel historische context hier. Van een jonge christelijke gemeente in, die in heidense uh, context is ontstaan. Die een, een bemoedigende, uh, versterkende... Uh, Tikeltje, eh, ook wel bevragende eh, communicatie krijgt van hun stichter. Het is een heel persoonlijk gebeuren, zo'n brief die Paulus zendt naar zijn gemeenschap. En dat zullen we ook voelen in de tekst zelf. Goed, we duiken in de eerste brief aan de christenen van Thessalonica van Paulus. En hij begint op een heel normale manier in die context. In de antieke tijden, als je een brief schrijft, dan begin je te zeggen wie je zelf bent en aan wie je je richt. Van Paulus, Silvanus en Timotheus aan de christengemeente van Thessalonica, die is in God de Vader en de Heer Jezus Christus. Genade voor u en vrede. Dit is een zeer klassieke aanhef, een aanspreking en een genadewens. Paulus schrijft, maar hij noemt ook twee andere namen: Sylvanus en Timotheus. En dat zijn twee personen die we ook hebben leren kennen in het boek Handelingen. Sylvanus wordt niet zo genoemd in Handelingen, maar Sylvanus is dezelfde persoon als Silas in het boek Handelingen. Timotheus uh, heeft in beide teksten dezelfde naam. Wat weten we over Silas en Timotheus? Laten we, laten we Handelingen er eens bij nemen. Silas leren we kennen in hoofdstuk 15. Hoofdstuk 15 in Handelingen is het moment waarop er gediscussieerd wordt in Jeruzalem over de vraag of... Heidenen eerst zich moeten laten besnijden of ze zich moeten houden aan de joodse uh, wetgeving voor ze Christen kunnen worden. En uh, het concilie van de apostelen beslist dat dat niet hoeft. En die beslissing die moet bekendgemaakt worden. En we lezen in het uh, boek Handelingen in hoofdstuk 15. Dat Silas een van de mannen is die vanuit Jeruzalem wordt meegestuurd om dat bekend te gaan maken in de gemeenschap bijvoorbeeld van Antiochië. Ik lees hoofdstuk 15, vers 22 uit het boek Handelingen. Toen besloten de apostelen en de oudsten, samen met de hele gemeente, enige mannen uit hun midden te kiezen en met Paulus en Barnabas naar Antiochië te sturen. Judas bijgenaamd Barnabas en Silas. Mannen van aanzien onder de broeders. Silas is dus een zendeling vanuit euh, Jeruzalem. En hij trekt mee naar Antiochië om daar de beslissing van het concilie bekend te maken. Enige verzen later, in vers 40 van hoofdstuk 15, staat er dan het volgende. Paulus daarentegen liet zijn keus vallen op Silas. En vertrok door de broeders aan de genade van de Heer aanbevolen. Als Paulus vertrekt op zijn tweede missiereis, heb je een breuk met zijn compaan Barnabas. Over Johannes Marcus gaat die breuk. En Barnabas trekt met Johannes Marcus, Jean-Marc, in de richting van Cyprus. Paulus daarentegen zal naar Klein-Azië vertrekken. En hij roept Silas mee als zijn metgezel. Die Silas, die ondertussen teruggekeerd was naar Jeruzalem, hij laat die terugkomen en hij benoemt hem als zijn medemissionaris. En vanaf dan is het lot van, van Silas, of Sylvanus zoals hij genoemd wordt in de brieven, verbonden met dat van Paulus. Hij is een van zijn belangrijkste medewerkers. In hoofdstuk 16 van Handelingen lezen we trouwens dat in Filippi, na de oversteek en dus al in Macedonië, Silas met Paulus gevangen zit. Het is een spannend verhaal dat we daar horen: dat vertelt hoe ze bevrijd worden ook uit die gevangenis, Paulus en Silas. Dat Paulus in hoofdstuk 17. In Thessalonica te werk gaat, dat is ook verbonden met Silas. We lezen in vers 4: Sommigen van hen lieten zich overtuigen en sloten zich aan bij Paulus en Silas, evenals een talrijke groep uit de Godvrezende Grieken en niet weinige aanzienlijke vrouwen. En in hoofdstuk 10 wordt verteld hoe Paulus vertrekt. Uit Thessalonica, omdat ze daar belaagd worden door vooral de uh, Joodse gemeenschap die de bevolking opzweept. En dan staat er: de broeders deden nog die nacht Paulus en Silas naar Berea vertrekken. Ze horen echt samen, die twee. Timotheus dan, die leren we kennen in hoofdstuk 16 van het boek Handelingen. We bevinden ons dan in Klein-Azië, in uh, Derbe en Lystra. En uh, zegt het eerste vers van hoofdstuk 16: Er was daar een leerling Timotheus genaamd, de zoon van een gelovig geworden Joodse vrouw, maar van een Griekse vader. Omdat hij een goede naam had bij de broeders van Lystra en Iconium, wenste Paulus hem als reisgezel. We zien hier een patroon. Het is hetzelfde als bij Silas of Silvanus. Paulus kiest zijn uh, medewerkers. En uh, dat is dus niet altijd zo vanzelfsprekend. Uh, in het geval van Timotheus lezen we in hoofdstuk 16 dat de arme man zich moet laten besnijden om uh, zijn werk te kunnen doen, om geloofwaardigheid te krijgen bij de Joodse gemeenschap naar wie Paulus altijd het eerst trok. Om te gaan verkondigen. Ze kiezen er niet zelf voor, maar ze worden wel echt de medestanders van Paulus in zijn missie. We lezen terug over Timotheus in het zeventiende hoofdstuk, vers 14, waar staat: toen deden de broeders Paulus terstond afreizen naar de kust, Silas en Timotheus bleven achter. Dat wil zeggen dat in heel het verhaal van Paulus in Thessalonica, hoofdstuk 17 vanaf vers 1 tot vers 9, Timotheus niet genoemd wordt. En dat is misschien verrassend, want uh, aan het begin van de brief aan de christenen van Thessalonica, spreekt Paulus niet alleen over Silvanus, Silas, maar ook over Timotheus. Wat heeft Timotheus met die gemeenschap te maken? Hij was er blijkbaar niet bij toen. De stichting van de kerk in Thessalonica uh, plaatsvond. Uh, dat is een vraag die we meenemen en die zal beantwoord worden in het derde hoofdstuk van de Brief van Paulus aan de Christenen van Thessalonica. Genade voor u en vrede, schrijft Paulus in zijn begroeting. En dat is een heel. Um, een heel gewone manier om een groet te brengen, maar tegelijkertijd ook een begroeting die heel diepe betekenis heeft. Um, als je dag zegt in het Grieks, dan zeg je chaire, wat verbonden is aan charis, in het Grieks genade. Als je dag zegt in het Hebreeuws, dan zeg je shalom. Het is gewoon goede dag, nog altijd, shalom. Maar het betekent letterlijk vrede. Het is dag zeggen... Maar met een heel diepe theologische betekenis. Genade is namelijk de beweging van God naar de mens. En zelfs als die mens dat niet verdiend heeft, toch schenkt God Zijn liefde en barmhartigheid. Vrede is daarvan het gevolg. Als God binnentreedt in het menselijke leven, dan ervaar je vrede die je alleen als. Een genadegeschenk kan ontvangen. Wat Paulus zegt is: hallo, maar ook jullie, beste christenen van Thessalonica, zijn ontvangers van het grootst mogelijke goddelijke geschenk.